Ik wil de beste versie van mezelf worden. Je moet een betere speler worden dan vandaag. Succes stijgt nu aan mijn hoofd. Ik ben Xavi Simons. En dit is Promises. Ik ben speler van Paris Saint-Germain. Ik ben 17 jaar oud en mijn hele leven stond wel het teken van voetbal. Mijn vader was wel profvoetbal geweest en mijn broer speelde ook voetbal. Dus vanaf kleins af aan wou ik ook altijd voetballer worden. Ik ben Lentin Goorijk, ik ben verslaggever bij Voetbal International en ik volg onder meer de talenten van de toekomst. En bij Oranje 17 speelt ook een jongen voor de toekomst en dat is Xavi Simons. Ja, toen Barcelona me scoutte, toen was ik 7 jaar. Toen verwachtte ik niet dat het echt serieus zou worden. Maar toen ik 12, 13 was, dan dacht ik wel, oké, dit kan wel echt serieus gaan en ook echt snel gaan. Maar uiteindelijk stijgt het niet naar mijn hoofd en ik blijf gewoon het persoon wie ik ben. Rustige jongen en ja, zo ben ik gewoon. Vanaf dat hij een jaar of 11, 12 was, had je al die beelden van La Masia, dat hij met die aanvoerdersband op zijn arm stond. En ja, dat maakt je dan toch wel nieuwsgierig. Dus ben ik hem wat meer gaan volgen. Ook geprobeerd wat wedstrijden te kijken van hem in de jeugd. En dan merk je wel, ja, dit is toch wel bijzonder. Er zijn natuurlijk wel meer spelers die iets bekender zijn dan de rest. Maar ik heb dat nooit zo groot meegemaakt als bij Xavi Simons. Ik denk ook dat zijn manier van voetballen er een beetje aan bijdraagt. Hij heeft een heel mooie speelstijl. Hij speelt echt met flair. Het is heel prettig om naar te kijken. Hij kan heel makkelijk een mannetje uitspelen. Hij speelt passes met de juiste snelheid in. Kan zich makkelijk vrij draaien en heeft een heel goede trap. Ja, ik ben sowieso Xavi's supporter, fan nummer 1. Hij is iemand die echt, als hij iets heeft, wil hij dat gewoon. Dat is zijn doel, dan gaat hij er 100% voor. Dus ik steun hem met alles wat ik kan. En ik help hem gewoon met wat hij nodig heeft. Hij blijft gewoon mijn klein broertje. En alles wat ik over hem lees is wel mooi, maar hij heeft zijn doel en dat is er nog niet. Dus hij blijft ervoor vechten. Nou, wat mij altijd heel erg opvalt bij hem in zijn speelstijl is dat hij heel veel om zich heen kijkt. Dus voordat hij de bal ontvangt met zijn rug naar het doel, heeft hij al 3 keer achter zich gekeken. En volgens mij is dat heel erg iets wat je bij La Masia leert in de opleiding van Barcelona. Daar wordt altijd heel erg op gehamerd, op oriëntatie. Dus zien wat er achter je, wat er om je heen gebeurt en vooruitdenken. En dat heeft hij heel erg in zich. Hij kan de bal aannemen en meteen opendraaien. En dan weet hij ook wat er achter hem is. Kan hij meteen doorspelen. Als al zijn kwaliteiten dan tot uiting komen, dan is het een geweldige middenvelder. Ik was in het moment dat ik echt moest ontwikkelen. Paris Saint-Germain is echt een club om mezelf te ontwikkelen. Mezelf te bewijzen. En dat is wat ik zeg maar echt nodig had van de club. Ja, de eerste training was toen ik net nieuw was daar. Toen was Di Maria de Kimpembe. Echt sterren gewoon. De spelers die me advies geven zijn Mitchell Bakker en Neymar. Omdat Neymar was ook van Barça. Ik heb ook veel met hem gesproken. En ja, hij zei gewoon doe je ding. Laat gewoon zien. Goed spelen gewoon. Toen hij jong was, toen hij pas begon met voetbal, zag ik het gewoon niet. Hij is gewoon een kleine jongen die voetbalt, hij heeft plezier, maar niet echt dat ik zag van, hey, hij heeft talent. Maar later toen we in Barcelona waren en hij werd 14, 15, zo zag je wel echt van, hey, hij heeft wel iets, hij is wel echt een talent en het kan wel wat worden gewoon. Maar ik ben er natuurlijk gewoon ook om soms even te zeggen, hey, kom even down, gewoon, ik ben Xavi. Niet dat hij druk voor zichzelf heeft of pressure of gewoon. Gewoon down, dat het gewoon rustig dat het zichzelf kan blijven. Het lastige voor Xavi is denk ik dat mensen zo vreselijk veel van hem verwachten dat als je het heel goed doet, het eigenlijk al niet meer goed genoeg is. Het gaat zo snel tegenwoordig in het voetbal dat je heel snel dan een stempel krijgt van mislukt talent of het valt toch wel een beetje tegen of misschien is het toch niet zo goed als we allemaal dachten. En dat je daar mentaal mee om moet gaan op die leeftijd is best wel pittig en ik denk ook niet dat je dat in je eentje kan. Toen ik voor het eerste keer in de selectie kwam, het was wel echt een speciaal moment en ja, ik was echt heel blij met mijn familie, met mijn broer, met mijn vader. En ja, uiteindelijk moet je, als je daar komt, moet je je ding doen, moet je laten zien en het was goed gegaan. Als ik ooit mag dromen, ja, denk ik dat ik wel de hoogste niveau kan halen van het voetbal.
oude prijzen pakken wat ik kan halen. Ik vertrouw wel in mezelf, maar in het voetbal kan alles gebeuren. Ik moet mezelf nog veel ontwikkelen. Dus ik ga gewoon hard werken voor mijn doel en dat gaan we wel zien in de toekomst.